Laten we even nagaan in welke volgorde deze bestuurders het kruispunt mogen opgaan. Wanneer je de afbeelding bekijkt, dan merk je dat op het kruispunt geen bevoegd persoon staat die de voorrang regelt. Er zijn ook geen verkeerslichten, maar wel verkeersborden. Dit bord zegt trouwens dat op dit kruispunt de voorrang van rechts geldt. De blauwe auto bevindt zich rechts van de rode auto en rechts van de fietser. De fietser die rijdt op een fietssuggestiestrook. Dat weten we omdat een fietspad aangegeven wordt door twee evenwijdige onderbroken strepen of door verkeersborden. Vermits de fietser niet op een fietspad rijdt, krijgt de fietser ook geen voorrang. En alhoewel de blauwe auto gestopt was, behoudt de bestuurder zijn voorrang en mag hij als eerste het kruispunt oprijden. De fietser en de auto mogen nadien tegelijkertijd vertrekken. Het antwoord op onze vraag is dus, eerst de blauwe auto en nadien de rode samen met de fietser.